Okie dokie. Daily challenge tijd. Laten we eens kijken waar we zijn. Dit zit er al een uur voor vrij. Midden/. Ik wil Oost-Europeaans zeggen, maar ik bedoel de Midden- en Zuid-Europeaans uit. Misschien is Brazilië. Dat zou wel eens Brazilië kunnen zijn. Oh, nee, het is Uruguay. Ik moet heel eerlijk zeggen, dat zou ik er echt oprecht niet uithalen. Qua omgeving, qua gebouwen. Dus tenzij de politie trolls zijn. Is dit echt verrassend voor mij? Ja, nee, wat ik zeg, er is flow. Ja, nou, het is allemaal laagbouw. Oké, sure, maar dat is voorlopig ook echt het enige waarvan ik zeg van, oh ja, dit is echt typisch Uruguayaans, maar het is een beetje heuvelachtig. Dat heb ik eigenlijk oprecht nog nooit gezien in Uruguay. Het is ook gewoon, ik weet het niet. Nogmaals, het is, tenzij de politie aan het trollen is, is het echt wel gewoon 100% Uruguay. Want dat was de Uruguayaanse vlag. Maar als ik die vlag niet gezien zou hebben en dit zou Brazilië zijn, zou het me echt gewoon niks verbazen. Echt niet. Misschien moet ik hem dan ook wel ietsje noordelijker zetten. Ja, ik wou het zeggen. Als ik denk dat het Brazilië is, dan moet ik misschien wel bij de Braziliaan. Oh, fijn. Tunnel. Altijd leuk, tunnels. Nou, eens kijken waar dit naartoe leidt. Vaak wordt. Oh, ik kan niet. Jawel, ik kan wel verder. Hier liggen. Ding. Is het. Japan? Nee. Zuid-Korea dan? Zuid-Korea. Echt, ik. Dus voorlopig heeft me allemaal gered, maar als dit nou allemaal zo doorgaat, dan weet ik niet of dat dan goed gaat komen. Oké. Okay. Jessam Assam 45 21 43. Oeh. Ik zal eens kijken of ik op dit niveau een van de. Weet je, als ik dit dan weer zie, dan heb ik weer. Dan heb ik weer zin om gewoon een Koreaanse serie op te pakken. Ik heb pas geleden heb ik Hellbound? Ja, Hellbound afgerond. Goeie aardige serie. Niks heel geks. Niks baanbrekends of zo, maar.
Gewoon leuk. Ik heb al wat series in mijn hoofd die ik wil zien. Wel wat. Een hele lijst. Ik ben benieuwd of ik misschien al voorbij de 21 voorbij ben gekomen. Hier zit nog 19, 31, 46. Hier zit heel veel 20. Dus je zou denken dat het wellicht in deze regio zit, maar... Het zou niet voor de eerste keer zijn als Zidane 21. Dan moeten we nou zoeken naar de 45. Of eventueel... Oké, ja, nou. Dat kan ook. Dit doet gelijk heel Baltisch aan. Als zijnde van dit is Estland, Letland of Litouwen. Dus hopelijk dan een bordje tegenkomen. Anders dan... Anders dan... Dan weet ik niet waar ik zou gokken. Ik zou het voorlopig niet op Estland doen, omdat we niet al te veel bomen eromheen hebben. Want ik heb het idee dat de locaties die ik in Estland gezien heb, zijn of in een stad, of in een bos. En dan bedoel ik niet dit, zeg maar. Ik bedoel echt in een bos, zeg maar. Echt met rijen bomen, dat je gewoon niks anders ziet dan bomen. En heel lang niks, geen huizen of wat dan ook. Daarom hoop ik ook dat we een bordje tegenkomen, want... Oh, hallo. Dit is een... nogmaals. Ja, dit zijn bomen, maar dit is niet het bos waar ik het over heb voor Estland. Dus dan is het Letland of Litouwen. Wat zijn nou echt specifieke dingen van... Ja, nou ja, schrijfwijzen natuurlijk. Ik geloof dat... Moet ik het goed zeggen, Letland heeft die platliggende streepjes... Estland heeft de daakjes. Letland heeft bijvoorbeeld ook heel veel... als je een bordje tegenkomt die naar een monument, een faciliteit verwijst. Tenminste, ik ga het vanuit dat faciliteit zijn. Dus bijvoorbeeld een bibliotheek, et cetera. Dat kunnen dan nog wel eens rode bordjes zijn. Dit zou dan Letland aanwijzen. Toch? Of is, heb ik het nou verkeerd? Nee, kijk. Zie, die hebben allemaal streepjes en deze heeft dingen. Eens kijken of we een... Nee, nee, dat gaan we niet. Oh, was dit het niet? Was dat het niet? Of lijkt... Oh nee. Pff, niet eens in de buurt. Ja, Letland is gelukkig niet zo heel groot, dus... En ik had het helemaal mis, want dit is Litouwen. Ja, hey, gelukkig zijn ze, liggen ze allebei vrij vlak bij elkaar. Oké. Okay. Dit is in, waarschijnlijk in Afrika, is linksrijdend, op een wagen is volgens mij Kenia, denk ik. Als ik het goed heb hoor. Als ik het goed heb, is dit zo Kenia.
Denk ik. Nou goed, wellicht heb ik het helemaal mis en dan. Ja, zullen we het wel zien. Maar ja, dat is wat ik me herinner, zeg maar. Want volgens mij de enige andere locatie in Afrika die een op een auto zit is in Rwanda. Maar dat is echt een zwarte auto en dat is nou, dat is in Kigali. De hoofdstad van Rwanda. Kigali? Zeg ik dat goed? Dus dit zou voorlopig. En ik weet dat Oeganda heeft dit niet. Ik weet dat Ghana dit niet heeft. Nigeria al helemaal. Nou, Nigeria wel, maar dan. Nee, dat is geen politie. Op het moment dat ik zeg en achter me kijk, zie ik in één keer een auto achter me rijden. Ik denk van. Oh. Is dat politie of is dat. Nee, ik denk dat het gewoon eentje met een dakje is. Met dit zeg maar. Zoiets achtigs. Oeh, misschien is dit ook wel een aanwijzing trouwens. Dat is geel. Voorplaat is wit. Misschien moet ik dat eens onthouden. Wit-geel, zou dat dan Kenia zijn? Of zou dit nou gewoon toevallig net twee auto's zijn die. Ik ben ook heel blij dat hij gewoon doorrijdt, zeg maar. Dat hij niet zegt van, hey, weet je wat? We gaan van de ene weg naar de andere weg, naar de ene weg, naar de andere weg. Helften, maar niet mensen. Kenia. Acceptabel. Oké. Ik heb een Zuidoost-Azië vibe. Maar als dit Zuid-Amerika blijkt te zijn, zou het me ook niks verbazen. En Zuidoost-Azië dan eigenlijk met name Thailand en Cambodja. En als dit Zuid-Amerikaans of slash Midden-Amerikaans is, dan zou ik eigenlijk bijna gelijk voor Colombia gaan. Maar dit kan ook Mexico zijn. Ik moet een bordje zien. Ik moet een. Oh, dat was een bordje volgens mij. Nee, jawel. Oké. Zou in ieder geval verwijzen naar dat dit inderdaad dan Zuid-Amerika is en niet Zuidoost-Azië zoals ik dacht. Dan gaan we alvast in Colombia weggooien. En ja. Geen idee waar dit in Colombia zou zijn. Echt niet. Als het al Colombia is en niet Mexico of zo. Weet je? Ook dat hou ik nog altijd als een mogelijkheid open. Nou is de buffer vrij groot, dus het zou nou, niet groot genoeg om als het Mexico is te tacken. Dan ben ik ook gewoon klaar, zeg maar. Mexico of toch op een of andere manier.
Als dit Thailand is of Cambodja, dan ben ik gewoon sowieso helemaal klaar. Dat is gewoon aan de andere kant van de wereld. Dus laten we daar niet mee beginnen. Ik heb echt geen flauw idee. Buiten het feit dat ik een banner heb gezien met wat. Natuurlijk was het Brazilië. Waarom heb ik dan niet aan gedacht dat het Brazilië was? Wat een scheidlocatie, zo dat ik het zeg. Maar goed. Het was het in ieder geval weer voor vandaag. Morgen weer een dag en een nieuwe daily challenge. En dan zeg ik tot morgen.